Ik moet zeggen, we zijn heel warm onthaald hier. Iedereen altijd blij en ondanks dat heel veel mensen het echt niet breed hebben. En, ja, ik heb wel een goed gevoel over Indonesië. Wat vond je het meest indrukwekkende? Dat de economie toch wel draait dan, ondanks dat er op een gewone dag denk ik ongeveer 23 mensen bijvoorbeeld in Jakarta al... 23 miljoen? 23 miljoen mensen zeg maar, in Jakarta zijn. En dat zeg ik, ondanks die chaos allemaal, dan zie je toch dat mensen gewoon blij zijn. En, ja, ik moet er niet aan denken hoor, eerlijk gezegd. Dat je continu in files staat of zo, maar je ziet al die mensen in de files, die zie je gewoon blij zijn. En als ik ergens een hekel aan heb, dat ze in de files staan. Loze tijd is dat. Ja, ik vind dat echt zo verschrikkelijk altijd. En, hier moet je dat accepteren. Ik sprak een Nederlander die hier dan werkt. En een afstand van 6 kilometer, daar kan je 5 minuten over doen. Maar je kan er ook 2 uur over doen. Ja, dat is Jakarta. Er zijn ontzettend veel verplichtingen, sponsoractiviteiten, meet and greets, handtekeningen, sessies. Hoe zijn die een beetje gevallen? Ja, wel goed. Kijk, je kan ook zeg maar, alleen maar op je kamer hangen bij het zwembad. En nu heb je toch activiteiten. En ik denk dat het vooral in het begin best wel veel was. Maar ja, daar kwam je ook eigenlijk een beetje wel de dag door. Je zit toch met een beetje de jetlag. En het was natuurlijk wel de bedoeling, niet alleen dat het voor de belang voor de sponsor is en allemaal. Maar in ieder geval ook de naam Ajax op de kaart te zetten. En dan zie je toch dat Ajax hier best wel, nog wel leeft in ieder geval. En natuurlijk, de meeste mensen kunnen de generatie Jaap Stam, Edwin van der Sar en Frank de Boer zit meer op hun, in hun gedachten. Omdat ja, we hadden natuurlijk die succes in ieder geval. Maar ja, je ziet toch ook wel dat heel veel spelers van op dit moment herkennen. En dat is mooi om te zien. Je hebt veel jonge jongens mee. Sowieso, ook voor Ajax 1 begrippen, zeg maar, jonge jongens. Hoe hebben zij het gedaan? Ja, ik vind het heel goed. Ik heb ook natuurlijk, zeg ik direct, wat ik van ze verlang van zo'n trip. En dat ze genoeg kunnen genieten, maar er zijn momenten zijn dat het heel serieus moet zijn. En tot nog toe heb ik daar helemaal geen klagen over. En ook de wedstrijd en de training is allemaal wel hartstikke goed gegaan. Dus ja, ik ben heel tevreden. Ik kan me voorstellen dat het voor jou ook wel prettig is in een redelijk ongedwongen setting. Gewoon wel jonge talenten gewoon in een groep alvast kunnen laten zien wat er gevraagd wordt of niet. Dat is wel zo. Anderzijds bijvoorbeeld een Kenny Tete, een Geraldo Becker, een Peter Leeuwenburg. Jongens die ken ik nog dat ik trainer was van de D'tjes. Dus die heb ik allebei, alle drie in de D1 gehad. En, dus ik weet wel wat hun karakter eigenschappen zijn. En, maar het is natuurlijk hartstikke leuk dat die jongens die toen, zoveel jaar geleden, dat is het alweer 6 jaar geleden, dat die nu zeg maar deel uitmaken van de selectie van het eerste elftal. En, ja, dat is hartstikke mooi en ze gedragen zich ook hartstikke goed en laten hun kwaliteit ook nog zien. Blijven ze er volgend jaar ook nog bij dan? Of is dat het, De kans is heel groot dat zij aan het begin van het seizoen aanschuiven bij de selectie.